Helmond Sport weet al 6 seizoenen niet te winnen hier in Leeuwarden. En Cambuur wil hier best een 7e seizoen aan vastplakken. Want het wacht met smart op de eerste overwinning. Naast John Stegeman is ook nieuw voorin bij Cambuur dit seizoen Bovar Karim. Een 21-jarige Zweed die zijn jeugd doorbracht bij Feyenoord en bij Arsenal. Bij Helmond Sport is dit seizoen een van de grote mensen Karim Brici. Want hij scoorde tot nu toe al 6 doelpunten. Voorst. Niet goed met de controle. Nieuweling Stegeman. Venema. Rozenburg binnendoor. Die bal is goed. In één keer dan maar. Voorgeven Stegeman. Penalty. Goed gezien. Ed Jansen, scheidsrechter. Je staat er bovenop. En rood ook nog. Zo. Wat een begin hier in Leeuwarden. Aanvoerder Heesen eraf. En dat al in de 10e minuut. Wat gebeurt er precies? Daar Rozenburg. Uitstekende aanval. Let op Stegeman. Links in beeld. Stegeman. Daar wordt hij vastgepakt. Ja, anders tikt hij hem volgens mij gewoon binnen. En is de beslissing van Jansen terecht. Venema achter de bal in de 11e minuut. Venema. En die mist. Ja, dit kan er wel bij. Dit kan een leuke avond worden hier in Leeuwarden. Segers redt zijn elftal. Venema. Segers op de doellijn. Loopt al helemaal in die hoek. Slecht gekeken van Venema. Die andere hoek was helemaal open. Mario van Lijsdonk was helemaal naar het strafschopgebied gelopen om de rode kaart aan te vechten. En vandaar hij achter het hek in de rest van de wedstrijd. Daar alleen Smekers en daar 4-5 man van Cambuur helemaal vrij. En die mogen alles doen in de opbouw. Daar vindt Helmond Sport het wel goed met die 10 man. Maar nu moet Cambuur gaan voetballen. De zijkanten bezet, de vrije man zoeken. Zimmerman. Het duurt allemaal erg lang. En dat speelt Helmond in de kaart. En dit helemaal inleveren. En dan is daar het 1-1 duel met Smekers en Brak. Smekers maakt Hens, mag doorgaan. Smekers. Ja, dit is wel het spelletje van Helmond. Het is gokken vanavond op zijn bevlieging, op zijn snelheid. Met die 10 man. Broodcoach Smekers, hoe die daar alleen voorin moet spelen. Zimmerman. De wacht. Buitenom komt Moreno. Daar gaat Karim. Dit is een goede bal. Karim voor Stegeman. Heel dicht bij de 1-0. Daar was hij weer, John Stegeman. En daar was hij ook weer, Karim. Karim met de corner indraaiend. Daar bijna verrast hij Segers. En Zimmerman schrok een beetje van deze kans. Goeie indraaiende bal. Er staat ook wat wind. Segers niet. Zimmerman kan net niet goed achter die bal komen. Mulders. Goed weggestuurd. Stegeman voor het doel. Moreno voor het doel. Moreno doortikken. Stegeman. Het was niet de bedoeling, maar Stegeman wel aangespeeld. Met Voigt in zijn rug. Bal eruit halen. Dat is goed. De wacht. Alle tijd. Moreno voorin. Mulders voorin. Zoekt Rozenburg aan de buitenkant. Die legt neer voor Nijssen. Wild erin. Venema. Is goed. Moreno links aanspelen. Moreno zelf. Segers. Gedurf van die middenvelder. Had ook kunnen kiezen voor de opties tegen man. Kari. Laat weer wat leuks zien. En krijgt dan de tik. Overtreding van Yahia. Karim bij de vrije trap. Kan goed trappen. Geeft die bal voor. Wie loopt er tegenaan? De wacht. Ja, liep hij er maar tegenaan. Raakt die bal niet. Anders is het volgens mij gewoon 1-0. Zo'n bal hoef je alleen maar tegenaan te lopen. ...0-0 bij rust hier in Leeuwarden. En in de rust staat buiten het stadion Hans Kraaij junior met Esas Razic. En hij moet heel snel naar het ziekenhuis toe. Wat is er precies gebeurd? Ja, yeah, I went for a kopduel en I got an elbow from some of the players and two of my teeth. I broke two of my teeth. Have a good look. It's not the best look. You go straight to the hospital. I went straight to the hospital and then I'm gonna try to fix this. Okay, good luck. Okay, thank you. Succes. Gert-Jan van Beek, het is om de hoek. Dus maar even kijken. En rechts naast hem zit Volkert Velten.
En die is nog steeds op pad namens Heracles. En daar kent hij natuurlijk ook Verbeek weer van. De wacht. Timmerman. Venema. Goed weggedraaid van Mulders. Kan die daartussen blijven? Mulders. Mulders. Goeie actie aan het begin van de tweede helft. De vijfde minuut. Mulders, de nieuweling van Haarlem, haalt direct uit. Lange diepe bal van de Wij. Die is klein, maar die kan toch doorkoppen. Daar is Piqué. De Jong. Buis in duel met Van der Wij. Moreno tussen twee man. Ja, dat kon je aanvoelen. Die lokt daar gewoon de vrije trap uit. Karim en Brak. Wie gaat het worden? Het gaat Karim worden! Ik had het hem wel gegund. Ik vind het een van de beste spelers. Zo niet de beste aan de kant van Cambuur. Goeie trap en die laat hij hier zien. Ja, ja. Buis. Voigt. Doorkoppen van de wacht. Stegenman. Van Geffelen geen risico. Karim. Krijgt die bal voor. Zegers niet. Daar is dan bijna de wacht. De man die mee naar het front gestuurd is door Roy Wesseling, de verdediger. Corner van Karim. Stegenman niet. Corner aan de andere kant. Karim. Zegers, half. Van der Wij. Snel volgooien. Nu is er nog verwarring. Daar, niet. De wacht opgevangen. Slechte aanname. Bal half drie. Nu dan. De wacht. En daar Brak vol erin. De wacht. Half. Bal weghalen. Moreno. Dan ligt die bal daar. Bijna voor de wacht. Die kan hem niet onder controle krijgen. En dan komt Brak. En die haalt vol uit. En die wordt geblokt. En dat voel je. Karim. Karim 1-1. Omhoog kijken. Kijken wie er voor het doel eerst haalt. Doet hij aardig. En dan gaat die bal voorlangs. Voigt. Zimmerman. Van der Wij. Houwing. Van der Wij. Paardenkoper. Hobbelen. Hobbelen op avontuur. Is Nijssen kwijt. Patrick Hobbelen haalt uit en schiet tegen de paal. En zo steelt bijna Helmond Sport hier de drie punten. Maar blijft het 0-0. Nijssen. De allerlaatste kans. Houwing. Brak. Van afstand misschien. Brak. De wacht. Karim. Misschien nog één keer. Karim. En de corner nog een keer voor Cambuur. In de allerlaatste seconde van deze wedstrijd. Hobbelen net op de paal. Het zal toch gebeuren dat Cambuur hier nog scoort. De kopbal van Zimmerman heeft geen kracht. En zo blijft het 0-0. De 11 van Cambuur konden niet winnen van de 10 van Helmond Sport. Cambuur was wel beter, maar kon het niet uitdrukken in doelpunten. Laat staan in kansen. Cambuur, Helmond Sport 0-0. Komen die airpump of koppen?